leek mij wel leuk om een filmpje te maken als een soort van dagboek. En ik ben vandaag precies 20 weken zwanger. En ja, het leek me wel leuk om wat dingetjes te vertellen, om ook later terug te kijken. Dus laten we beginnen. Ik heb allereerst een 9 maanden dagboek die heb ik gekregen van Joep. En daar heb ik elke week bijgehouden ja, hoe en wat en hoe het met me gaat. En die ga ik even bijpakken, want 20 weken, ik weet het niet meer allemaal uit mijn hoofd. Even kijken. Om te beginnen, ik kwam bij week 5 ongeveer erachter dat ik zwanger was. Toen heb ik een test gedaan. En ik heb die test gedaan omdat ik had gedroomd dat ik zwanger was van een jongen. En dat ik een zoontje zou krijgen. En op een gegeven moment voelde mijn borst ook raar of anders. En ik voelde me gewoon anders. Dus ik dacht, nou, voor de zekerheid even een test doen. En dat heb ik samen met Joep gedaan. En ja, die was positief. En dat was niet per se meteen gepland, maar wel welkom. Toen ik dit test had gedaan, ben ik naar mijn broer gegaan. Die woonde toen in Breda, dus dat was dichtbij. En die heb ik het als allereerst verteld. Eigenlijk ook meteen, omdat het was niet echt gepland. Dus ik was zelf nog een beetje geschrokken. En ja, ik moest het gewoon even delen. Dus dat heb ik met mijn broer gedeeld. En nou, die was meteen super blij en super enthousiast. En die vond het heel erg leuk. Dus toen dacht ik, oh, oké, nou, dan is het eigenlijk ook wel heel erg leuk. Waarom zou je het niet leuk moeten vinden? En na een paar dagen waren we er wat meer aan gewend aan het idee. En sindsdien zijn we er gewoon super blij mee. We zijn er sowieso al blij mee, maar sinds dat we er echt aan gewend zijn we er echt, gaan we er helemaal voor en zijn we er gewoon super blij mee. Even kijken wat ik allemaal heb opgeschreven. Nou, ik heb in ieder geval een foto van toen ik 1 maand zwanger was. Nou, bij 1 maand zie je dus nog echt helemaal niks, voor mij in ieder geval niet. Ik zal hem even laten zien. Die heb ik dus ook in dit boekje geplakt. En nou, zo zag ik er dus uit voordat het allemaal ging beginnen. Ja, toen hebben we met 6 weken de eerste echo gehad in het ziekenhuis. En ja, toen was het nog zo klein. Het leek niet op iets, het was eigenlijk gewoon een wormpje, soort van. En je zag wel een flikkerend hartje, dus wel dat er het hartje bewoog, zeg maar. En dat was met 6 weken. En toen zei ze van, nou, ik denk dat je nu op 6 weken zit qua zwangerschap. Dus kom over 4 weken maar terug. En dan doen we met 10 weken ongeveer nog een echo en dan kijken we hoe groot het dan is. En dan kunnen we beter bepalen hoe oud het echt is. Dus met 10 weken heb ik weer een echo gehad. En nou, toen zei ze van, nou, je bent inderdaad 10 weken zwanger en een paar dagen. En 3 dagen volgens mij. Dus elke woensdag is de dag dat ik weer in een nieuwe week beland. En nou, vandaag is dat alweer week 20, dus het gaat dus wel snel. Ja, met mijzelf gaat het wel heel goed. De eerste weken merkte ik eigenlijk helemaal niks dat ik zwanger was. Ja, mijn buik veranderde niet echt. Of, ja, ik merkte er niet zoveel van. Ik voelde me gewoon goed. Ik voelde verder niks geks. En het ging gewoon goed. Maar sinds een paar weken heb ik wel dat ik wat sneller last krijg van mijn rug. Met tillen of als ik veel heb gestaan en dat soort dingen. Wat ik ook heb opgeschreven bij week 12. Is dat vanaf die week dat ik vanaf die week merkte dat mijn buik iets meer opgezet werd. Op ging zetten, moet ik zeggen. En dat ik niet al mijn normale broeken meer aan kon. En ik weet ook wel dat ik weet niet meer precies wanneer, maar ik heb best wel snel, week 14 denk ik, of week 15 of zo, heb ik
speciale broeken gekocht. Omdat ik gewoon mijn eigen broeken niet meer fijn vond zitten. Want die sluiting zat precies in mijn onderbuik en dat zat gewoon niet fijn. Dus heb ik bij de H&M een blauwe en een zwarte broek gekocht. En die heb ik nog steeds aan. En dan nog iets leuks om te vertellen. Op de eerste dag van de 17e week, dus dat was 3 weken geleden, toen heb ik de baby voor het eerst een beetje gevoeld. Toen voelde ik een soort van, ja, alsof het je darmen zijn, maar dan zit het net wat op een andere plek. En dus net een soort van ander gevoel, ik kan het niet helemaal goed omschrijven. En die bewegingen werden steeds maar meer en meer. En nu voel ik de baby dagelijks en ook echt schoppen, niet heel hard, maar wel van die kleine schopjes. En ja, dat is vooral als ik dan op de bank zit bijvoorbeeld en ik heb muziekje aan of ik ben gewoon rustig aan het lezen of iets aan het doen. En ik zit gewoon heel rustig, dan gaat die bewegen. En ook 's avonds in bed, als ik ga slapen, als we dan ja, eventjes liggen en we zijn stil, nou dan gaat hij heel erg bewegen. En Joep heeft hem ook wel eens gevoeld, een keertje. Alleen, het is best wel moeilijk als je voor de eerste keer een schopje voelt, dan weet je niet echt zeker. Dan denk je van, voel ik nou een schopje of was het toch mijn eigen hand of was het toch iets anders? Dus ja, Joep heeft hem wel gevoeld, maar voor hem is het nog een beetje van ja, ik weet niet helemaal zeker of dat hem was, maar ik voelde op dat moment dat hij iets voelde, voelde ik ook best wel een heftig schopje. Dat was echt het hardste schopje ooit wat hij heeft gedaan. En ja, ik weet eigenlijk gewoon zeker dat het de baby was en Joep voelde het. Dus dat is gewoon de baby, maar voor hem is dat nog een beetje, daar moet hij nog een beetje aan wennen, denk ik. En nou, ik zal even laten zien hoe mijn buik er nu uitziet. Dus eigenlijk sinds een week ongeveer dat ik denk van wow, nou begint het echt te groeien. Daarvoor was het gewoon een beetje opgeblazen buik. Tenminste, zo zag het eruit. Er was ook gewoon niemand in mijn omgeving, of niemand die onbekend was, zeg maar, voor mij. Die aan me vroeg van, hey, ben je toevallig zwanger? Maar sinds een week zijn er meer mensen die het ook zien en die daar dan iets van vragen van, oh, ben je in verwachting of zoiets dergelijks. Nou, ik ga het even laten zien. Nou, dit is mijn buik. Ik heb trouwens ook zo'n ketting, zo'n belletje. Die heb ik van mijn moeder gekregen. Laat hem even naar achter. Dit is hoe het eruit ziet met een shirt gewoon overheen. En dan heb ik, nou, dit is dan de broek, hoe die eruit ziet. Dat is gewoon zo'n broek en er zit een band aan. En die zit aan de broek vast. En nou, zo ziet het er dan uit. Mijn buik. En zo van de voorkant. Ik heb wel het idee dat het een beetje, echt een beetje zo naar voren gaat, gelukkig. Ja, dus nou, dat is hem. Zo. Nou, ik hoop dat mijn allereerste filmpje een beetje leuk is. Het is voor mij nog even wennen om tegen een camera aan te praten, of tegen mijn telefoon. En nou ja, het is in ieder geval leuk om te bewaren, bewegende beelden voor mezelf. Dus daar doe ik het ook voor. En bedankt in ieder geval als je hebt zitten kijken.